fantastisch, zulke spullen. Nou jongens, ik vind het in de location. Hey dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloedje nieuwe video. Mijn naam is Leroy en vandaag neem ik jullie mee in een ritje rondom België. We rijden vandaag rond Turnhout, 7 adresjes. Ik moet vandaag om 5 uur ongeveer thuis zijn. Dus weer een mooie kans om een video te maken, dacht ik zo. Ik sta nu bij een bedrijf, daar stond ik al om 7 uur. Kwart over 7 zoiets en ze gaan pas om 9 uur open. Dus vandaar dat ik nu even een intro doe. Ik heb de deuren al open gedaan achter. We moeten zo meteen 8 pelletjes lossen. Zodra ik zie dat er beweging is, dan gaan we dat doen. Deurtjes open, hek is los. Dus we moeten even wachten tot die komt. Ik weet niet of ze een heftruck hebben, maar dat gaan we zo even meemaken. Ik heb handschoentjes meegenomen en ik denk dat we die kerstbomen hier weer gaan lossen, dus laten we dat gaan doen. Goedemorgen, kom Floran brengen. Dank u. Ik weet niet wat hij precies zei, maar het hek gaat open, dus ik vind het goed. Morgen 3. Ja, hè? Yeah.
twee kalletjes terug. Mooi. Tweede handtekening, alsjeblieft. Nou kom ik een keer vanaf de andere kant. Aha. Oké dan. Ik herkende de route al niet. Eigenlijk bij zulke situaties zo ver mogelijk rechts erin draaien. Dan kan je rondtrekken naar links. En als je dan zeg maar je trekkertje weer recht voor je trailer trekt, dan sta je gelijk aan de goede kant van het hek. Dus dan is het een kwestie van achteruit. Zo, dan doe je even je raam open. Sowieso. Want dan kan je altijd even horen als je ergens tegenaan rijdt of zo. Er stond een busje van de GLS, die ging net voor mij door het hek heen, maar hij zat er mooi aan de zijkant. Zodat ik mooi ernaast kan staan. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Nou, ik denk dat hij er zo wel uit kan en anders heb je pech. Nou, het maar één doosje of zo, denk ik. Nou, makkelijk jongens, makkelijk. We hebben twee pelletjes en een los doosje, dus die gaan we even lossen. Zo, ik heb het tuincentrum weer gelost en we zijn nu onderweg naar een ander tuincentrum. Daar zijn we bijna. Ben ik al een paar keer geweest, dus ook daar weet ik wel hoe het werkt en hoe het moet en dat soort dingen. Dus ook daar hoeven we niet zoveel te lossen, een pelletje of twee. Een pelletje of twee, dat zijn er exact twee, drie. Drie pelletjes, dus ik neem jullie wel eventjes mee, want volgens mij doen ze het wel met de heftruck eruit halen. En anders doe ik het even drie keer met, of één keer met de klep. Er kunnen natuurlijk drie op het klepje. Dus we zien je zo.
Oké, Daan. Bootcomputertje op lossen. La lossen. Schoentjes aan. Schoentjes aan. Ik heb op mijn schoen van die kutlippies zitten om ze aan te trekken, zo'n lus. Maar dat gebruik ik natuurlijk nooit, want ik stap altijd zo erin. Maar dan gaat dat lusje iedere keer bij je hak zitten kutten. Echt bloedirritant. Bloedirritant. Nou, we gaan hem even lossen. Nou, zoals je ziet zijn we bijna leeg. Er staan nog 3 pelletjes in. Dus fantastisch. We gaan even een handtekening halen en dan gaan we naar de volgende. Kijk jongens, even het deurtje vastzetten. Fantastisch, zulke spullen. Nou, we hebben inmiddels gelost bij een of ander betonbedrijf. Daar maken ze beton of zo, weet ik veel wat ze hier doen. Deze is even de gekke ding af. Moest ik een hesje aan, of een oranje ding, waar je die platkop altijd mee ziet lopen. En een helmpje op. En een helmpje had ik niet bij. Dus ik zei tegen die man, ik zeg, dan moet je even een helmpje geven. Dus dat deed hij. Dus nou gaan we terug, helmpje teruggeven en dan gaan we naar de volgende. Nog 2 adressen. Dan zit het erop. Ik neem na 1 van die 2 jullie sowieso nog mee, misschien allebei. We gaan het even meemaken. We gaan eerst even die helm terugbrengen. Daarna sla rechts af.
zie allemaal mannen ook net met van die grote slijptollen allerlei dingen aan het slijpen. Wat een kutwerk. Fijn dat hij dat mededeelt. Nou, we brengen even gauw die helm terug. Nou, we gaan naar de volgende. We hebben volgens mij nog maar twee pelletjes. Allebei hebben ze er nog eentje. Eén en één. En je weet hoe dat gaat, hè? Je komt eraan rijden, deurtje open, pelletje pakken, neerzetten. En aju paraplu. Kut joh, dan neem je daar die bocht en dan zit dat leveringen zit gelijk hier zo. Nou ja, maakt allemaal niet uit, we redden het wel. En dan zo niet, dan toch. Dat is een beetje de motivatie. 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 Nou jongens, ik vind het helemaal keurig zo. Nog eentje. Nog eentje, ik ben het zat ook. Of nou ja, nu nog twee, maar als ik deze gedaan heb, nog één. En ik kan je wel vertellen, ik ben het zat. Dus laten we hem maar gauw gaan lossen. Lekker met een heftruckie, fantastisch. Terug voor mij.
Ja, die derde geloof ik. Kijk. Hey, jongen, dankjewel. Hoi, hoi. Nou jongens, ik heb het laatste pelletje toch maar even zelf gelost. Het was bij een soort industrieterreintje achter. Het was één pelletje, die heb ik daar naar binnen gezet en een lege euro gepakt, handtekeningen. Toen was ik eigenlijk al klaar. Ik rij al in Nederland. Ik heb even bij de McDonald's natuurlijk wat gehaald, want jullie kennen mij, dat moet ik altijd even doen. Wat ik verder nog wil zeggen, word lid van CAO Beroepsgoederenvervoer, want op een dag heb je ze toch nodig. Dan kan je maar beter lid worden met die korting die ik jou geef. Word lid. Bedankt voor het kijken naar deze video. Misschien erg kort, maar kijk. Wat ben je nou aan het doen, man? Tjonge, jongen. Een invoegstrook loopt op het eind en hij duwt hem er gewoon voor. Echt waardeloos. Wat ik zei, dankjewel voor het kijken naar deze video. Misschien erg kort, maar toch om wat te laten zien, heb ik maar weer een videootje gemaakt. Je merkt misschien aan mij, of misschien niet, dat ik toch een beetje, ja, hoe zeg je dit? Wisselvallend in mijn vel zit. De ene keer ga ik heel goed en de andere keer heb ik zoiets van, ik heb er helemaal geen zin meer in en dan zit ik weer in een negatieve spiraal. Dat heeft alles te maken met de situatie thuis, waar ik eigenlijk zo op beeld, want iedereen kan het zien, niet te veel over kwijt wil. Ik raak er ook helemaal van, hoe zeg je dat? Een beetje moeilijk uit mijn woorden kan ik komen. De ene keer heb ik helemaal geen zin meer in niks en de andere keer dan denk ik van ja, ik ga er weer voor. Vandaag zat ik ook wel in een negatieve flow en er zijn toch ook mensen die zeggen van ja, je moet ook wel doen waar je je eigen goed bij voelt en wat jou gelukkig maakt, dat is onder andere wel vloggen. Alleen vind ik het wel heel moeilijk om een video te maken waarvan ik dat zo leuk mogelijk wil doen. Maar dat gaat voor mijn gevoel moeilijk als ik mijn eigen zo niet voel. Dus ja, de ene keer zal je wat meer zien en de andere keer wat minder. En ja, ik vind dat zelf ook heel vervelend, want ik wil heel graag heel veel laten zien, maar voor mijn gevoel kan het niet altijd. Dus ik hoop dat je genoten hebt van deze video en ik hoop jullie terug te zien bij de volgende video. Dankjewel.